Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Ik voel me een beetje... Ik ga zo eventjes een zelftestje doen, want ik weet niet... Ik heb niet heel erg goed geslapen. Ik was aan het hoesten, pijn in mijn keel. Ik weet het niet. En ik ga vandaag met mijn moeder naar de kerstmarkt. Helemaal gezellig, maar dan wil ik niet haar straks aansteken. Nee, ik wil niemand aansteken, dus... Even zelftestje doen, maar ik ben nu even mijn ontbijt aan het maken. En dat is de reden waarom ik begon met deze video. Ik ga weer mijn Lotus Baked Oats lava taartje maken. Still going strong. Nog steeds hetzelfde recept als altijd. Voor de mensen die het hebben gemist. Ik heb wat haver. Even kijken hoor. 30 gram havermout. 20 gram proteïnepoeder. Wat kaneel. Wat Flav drops van mijn protein er doorheen gegooid. Gebruik trouwens mijn kortingscode Denise Anna. Ik heb het al vaker gezegd. Je moet me even op Insta volgen. Want er zijn heel vaak van die deals die dan in één keer er zijn. Dus dan appen ze me van, joh Denise, er is nu een korting met jouw code. Dus gooi het maar live op je story. Maar dan is sinds een vlog veel te laat. Dus je moet me even op Insta volgen als je echt die dikke kortingen niet wil missen, weet je wel. Even doorrollen tot een mooi beslag. En dat smelt dan zo heel erg lekker in de oven, zeg maar. Nou, en dan leg ik er weer een koekje bovenop. Weer dat ding niet in het midden. En deze, die verkruimel ik dan zo. Nou, en dan gaat ze de oven in. Hoppatee. In de tussentijd lekker koffie. Oh, mijn supplementen. Ja. En daar maak ik dan een proteïne koffie van met de diet blend vanilla van My Protein. Zo, ik heb me eventjes opgemaakt en mijn haar gedaan. Oh, het zit wel een beetje... Nou, prima. En ik hoorde het piep dat ze ook klaar. Jongens, als jullie dit konden ruiken. Oh, niet normaal. Zo lekker. Ja, dit lava, dat is dus gesmolten lotus. Zo, weer dezelfde angle vanuit de keuken. Helemaal gezellig. Ik heb dus altijd met mezelf de afspraak dat ik veel groente en fruit eet. Maar ik ben de laatste tijd... Ja, groente, het is even kwijt of zo. Omdat ik gewoon in deze dagen is het koud. En dan wil ik alleen maar warm eten. Is groente natuurlijk ook warm. Maar ik wil gewoon vullende dingen of zo. Maar nu precies nee. We gaan even een groentebordje voor jezelf maken. Ik heb net ook even boodschappen gehaald. Ook even die groentepasta maken met wat zalm en room en zo. Maar nu eerst even een... groentebakje. Zo, ik heb net ook even een zelftestje gehaald. Die is nu aan het vollopen of zo. Maar net dat staafje zo in mijn neus en in mijn keel gedaan. Oh mijn god, hoesten jongens. Oh. Ik heb trouwens voor de zekerheid toch over die kerstmarkt afgezegd bij mijn moeder. Ik voel gewoon niet echt lekker of zo. Ik heb geen zin om ook in buiten zo'n kerstmarkt te lopen. Dus ze vonden het niet erg. Zo. Ik ben heel benieuwd naar die testuitslag. Nee. Eén streepje. Hij is echt maar één, dus nou. Geen Roni. Dan gewoon een verkoudheid, denk ik. Ja, morgen nog een keer testen. Ik heb een paar testjes gehaald. Maar... Oh, ik ga hier zo lekker op die iPad trouwens. Die is toch... Och. Mijn hele work ding is helemaal een ding, hoor. Had ik eigenlijk al laten zien dat ik die iPad binnen had. Ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, die ga ik denk ik verkopen. Want ja, ik heb er nu drie. En ja, het is een beetje dat je denkt, ja, hier, ik ga niet op alle drie werken, zeg maar. Oké, ik ga even lunch maken. Oké, volgens mij ga ik het hiermee doen. Dus. Een soort van ja, pasta met zalm, wat boerenkool en dan dit. Lekker veel groenten, vis. Dus ik ga even wat in elkaar flansen. Ik eet de laatste tijd zoveel van die gezouten amandelen. Ik ben er helemaal verslaafd aan. Het is zo lekker. God, mensen kunnen echt niet rijden. Oh. Oh, er gebeurt er gewoon bijna een ongeluk. Een fietser probeerde een auto
rechts in te halen. Maar die auto ging steeds meer naar rechts. Dus hij raakte helemaal klem. Maar ja, wie gaat ook rechts een auto inhalen? Ja, sorry hoor. Oké, ik weet helemaal niet wat ik aan het zeggen ben eigenlijk. Oh ja, dat havermouttaartje. Dat vult dus zo enorm dat je gewoon nu eigenlijk kan doortrekken. Maar ik heb ook niet gesport. Dan heb ik sowieso echt veel minder honger. Nou, geen idee of het lekker is. Daar gaan we nu achter komen. Best flauw. En nog veel meer zout overheen. Nou, even zout pakken. Zo. Maar ja, wij even opeten en ook weer lekker wat groente binnen. De stoel die kraakt. En ik moet even editen. Het is al 3:30 ondertussen. Jeetje, Nina. Zo, ik ben mijn gezonde, bakkabana aan het maken. Dus met rijstvellen moet je dan in water doen. Dit recept dat heb ik van Bami Fit van TikTok. Maar doe je even in water en dan wikkel je zo eromheen. En dan ziet het er zeg maar zo uit. En het gaat dan de airfryer in voor 12 minuten op 180 graden. En och, dit is zo lekker. Dat is heel moeilijk wikkelen zo het ene. Nou, en de bakkabana als die klaar is. Dit is niet normaal lekker. Oh, zin. Als avondeten boerenkoolstampot. Hier zit zo'n boerenkool in en daaronder de aardappels. Dus dat ga ik zo meteen stampen. Magere rookworst en magere kalkoenspekjes. Dus helemaal lekker. Nou, en de boerenkool, hij is helemaal af. Heerlijk. Helemaal zin in, dus nu lekker eten. Dat was weer mijn What I Eat in the Day. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren en ik zie je weer in de volgende video. Doei doei!